Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Welkom bij deze boodschappenshopvlog. Wij gaan weer alles laten zien wat wij deze week gekocht hebben aan boodschappen bij de Jumbo. Het is vandaag maandag en ik heb het even opgehaald. Want ik heb de ochtend gewerkt, dus dacht, dan kan ik het gelijk ophalen. Dat is wel zo makkelijk. Dus ik heb echt voor een hele week eten besteld. Het was... Ik weet niet meer precies, maar ik heb 4 kratten ingeleverd, 6 tassen en 14 petflessen. Dus best wel wat statiegeld en toch ging er niet zoveel af dan ik had bedacht. Dus ik had ook 3 kratten en 3 tassen teruggekregen. Want ik heb weer wat voorraad besteld. Niet zozeer voorraad waarvan ik de afgelopen week heb gezegd van, oh, daar heb ik nog genoeg in mijn kast liggen. Maar er waren een aantal aanbiedingen en er waren een paar dingen die we niet heel veel gebruiken, maar dan op zijn en ik dan gelijk 2 of 3 keer van de bal bestel. Dus het was weer aardig wat. Doe je dat? Anyway, zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Inclusief linkjes naar receptjes. Die heb ik vandaag niet, maar bij andere video's kan je dat altijd wel zien. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duim omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de... boodschappen! Let's go! Helpen? Ja. Want aardig ligt er weer helemaal vol. Wat gaan we eten? Een bordeaux. Met pangasiusfilet en een aardappeltje. We gaan een keertje eten. Weet je nog wat dit is? Oké. Shawarma met broodje. En we gaan een keertje fajita eten met reps. En ik heb de knoflooksaus gekomen voor allebei. En ik heb natuurlijk sla en komkommer en chili-tomaatjes. Kun je allemaal bij doen. Kita-mix wordt ook nog hierbij. Wat zijn dat, Burk? Garnalen. Garnalen. En wat gingen we vanavond eten, weet je het nog? Garnalen, risotto. Garnalen, risotto. Ik doe er altijd een courgette bij. Dit is een pannetje witte rijst. Ja, ja. Dan steek je een pannetje en dan doe je een rijst in de zak en dan doe je voor dat gaatje. Ja, handig hè. En dan doe ik ook vaak tuinerwten erbij, maar die heb ik nog in de vriezer. En kippenbouillon heb ik ook nog. En dan eten we een keertje kip. Met bloemkool. Met bloemkool. En ook een aardappeltje. Deze is wel een beetje koud. En dan eten we natuurlijk ook nog een keer friet met snacks. En zondag hebben we geen kinderen, dus dan is het altijd kijken van doen we wat afhalen of doen we leftovers of wat gaan we precies doen. Misschien uit eten. De rest, ja, we hebben komkommers. Vier. Ik heb er 4. Ik denk dat de meeste doe ik er 2, dus ik denk dat ik dat voor ongeveer 2 keer heb gedaan. We hebben ook, wat zijn dit? Pakjes. Pakjes drinken, Wiki. En we hebben ook vla. Ja. Ik koop echt nooit geen vla. Maar zowel Logan als ik moeten van de logopedie oefenen met dik vloeibaar door rietjes drinken. En ik niet. Jij nog niet, ja, kom nog. En meestal deed ik dan gewoon 1 klein pakje voor mezelf. Maar ik denk, dan hebben we nu en opties en genoeg voor 2. We hebben amandelmelk gekocht, de ongezoete versie. Voor mama. En voor jou, want jij mag geen gewone melk. No. En ik heb ook de Alpro soja proteïne. Ja, maar die kan je dus drinken. En die kan je in principe ook drinken, want het is ook zonder lactose. Maar hier zit wel heel veel proteïne in. Dat is voor mezelf wel heel fijn als ik wat tekort kom. Dan kan ik gewoon daar een glas van drinken. We hebben ook flesjes drinkwater met licht bruis. We hebben tropical siroop en aardbeissiroop. We hebben... kaas. En nog kaas van mij. Want hier is een melkje. Ja, en je mag ze wel een klein beetje melk, maar als ze te veel doet, dan krijgt ze last van de buik. En we hebben liefpijn. Ontbijtspek en bacon, ook in het kader van goede macro's, want ik kom soms ook nog wel wat vet tekort. Bosje. Ja, ik vraag me af hoe ik daar aan kom, want volgens mij heb ik die niet besteld, maar I don't know. Bosjes, maar ik vind die wel lekker. Die zijn wel lekker, hè? Die kan ik meenemen naar school, die kan ik s'avonds op tafel zetten. En we hebben voor op je boterham. Die bosjes is super lekker. Boterhamworst aan. En we hebben Crystal Clear, Cola Light Zero Caffeine. Ik heb weer vanille en karamelpuddingjes. Die waren nu ook in de aanbieding. En die zijn altijd best wel lang goed. Hier tot en met de kerstavond. En deze zijn, hier ook nog bijna 22,12. Dus daar kan ik wel even niet vanuit. En we hebben fruit. Wat zijn dat? Rode? Druiven en groene druiven. Witte druiven noemen ze dat. En blauwe bessen. Oreo's. Oreo's was ook 2. Oreo's. Heel veel Oreo's. Oreo's.
Oreo's glazen. Ja, er was een aanbieding. Ik geloof 2,5 prijs. Dus... Oreo glazen, eigenlijk veel bilogen. Daar kan je Oreo's in doen. Ja. Dus er was een aanbieding van, ik geloof, 2,5 prijs. Dus ik heb de crunchies en de mini Oreo's voor in hun bento boxjes naar school kunnen afwisselen. Want zowel Loven als Brooke hebben zo'n klein gaatje erin dat je mini koekjes of druifjes of besjes of iets erin kan doen. En ik heb de grote verpakkingen dat ze die even ook mee kunnen nemen. En blijkbaar kreeg je er dan van die glazen bij. Die zijn super cute. Leg hem eruit. Voorzichtig hoor, want het is wel echt glas. Leuk aan. Groot geloof. En er staat dan inderdaad op. Twist, lik, dunk. Oh, het is denk ik lik, dunk. Nee, twist, lik, dunk natuurlijk. Oké, ja, het is echt super pretty. En een groot glas. En dan kan je ook gewoon drinkje noemen of Oreo's. Ja, kan je Oreo's dippen. En ik ging op proteïne googelen en toen kreeg ik de Killer Body Lemon Cheesecake. Dus die ga ik een keer proberen, heb ik er zomaar één van besteld. Cookie. Bastonje koeken en vanille dubbels voor in de koekjestrommel. En dat zijn alle Oreo's. Ik heb chipjes, paprika chips en mediterrane herbs. Shape. Wat zijn dit? Zeep. Wat is dat? Niet zeep? Wasmiddel. Wasmiddel, ja. Ook dat was in de aanbieding. 2 voor nog wat. Dus ik heb de robijn color 2 keer, witte was en zwarte was. Ik weet niet waarom dat Omo is, maar I don't know, ik vind het prima. En dan zijn we alweer helemaal rond. Dat was alles wat we deze week gekocht hebben. Ik geloof ook niet dat ik echt tekort ben deze en komende week. Ja, echt veel. We hebben echt veel nu aan. En vooral veel snacks, want daar waren we echt helemaal uit. Maar ja, het is omdat we heel erg graag snacken ook. Hè. Oh, ik vind dat lekker, want Oreo's zijn mijn lievelings. Ja, en ja, mijn fruit is banana. Dat die is hebben mijn we nu lievelings. Niet. Volgende keer weer. Nou. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Mocht je dit soort video's leuk vinden, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Tot in de volgende video. Doei!